Medio oktober 2009 kreeg Vlasman betonwerkings- en slooptechnieken uit handen van Van der Wiel Bouw BV opdracht voor de schoonmaakfase van de meelfabriek in Leiden. Deze meelfabriek werd gebouwd rond 1883. Hoewel het gebouw bijna helemaal afbrandde in 1891 en in 1901, ging het voorspoedig met de zakelijke kant ervan. In 1959 produceerden 150 medewerkers dagelijks 420 ton bloem. Een hoeveelheid die goed is voor 750.000 broden. Door overcapaciteit in de meelproductie moest de fabriek in 1988 definitief haar poorten sluiten. De opdracht van Vlasman voor de uit te voeren werkzaamheden bestaat in grote lijnen uit het verwijderen van duivenuitwerpselen uit de schoon te maken gebouwen, asbestsanering in dezelfde gebouwen, het verwijderen van de hele technische installaties en het verwijderen van andere niet te gebruiken materialen, verwijdering van diverse gevelmetselwerken en overig inpandig metselwerk en het verwijderen van diverse betonvloeren. Met deze werkzaamheden werd begin november 2009 gestart. Vlasman zal het werk medio maart 2010 opleveren.